In eerste plaats, gefeliciteerd. Dankjewel, Willem. Op karakter, op inzet, op strijd, op alles. Haal je hem binnen? Ja, ik ben altijd erg lastig vandaag. Erg lastig? Behoorlijk, ja. Ja, ja, maar goed, dat heb ik ook in de rust gezegd. Ik neem de jongens dat ook helemaal niet kwalijk. Er zijn er flink wat die voor het eerst een grote wedstrijd spelen. Ja, daarbij moeten er toch ook wat jongens op andere posities spelen, waardoor je gewoon al je automatisme kwijt bent. Alleen ik vond daar een goede start dat we wat angstig werden. Hè? Ballen achteruit spelen. En, ja, normaal heb je natuurlijk Rezi Hartje op het middenveld staan. Heb je Swieber die ook op karakter heeft gespeeld. Dan hebben we iets meer grip, durven meer te voetballen. Ja, dat zat er even niet in nu. Hè? En de tweede helft was natuurlijk gewoon een slijtageslag. Ik vond dat we daar wat meer grip hadden. En eigenlijk moet je de eerste 10 minuten, 15 minuten moet je wat meer mazzel hebben waardoor je de goal maakt. Ja, daarna was natuurlijk de TSC de bovenliggende partij. Zonder nou echt heel veel te creëren. En ik vond wel dat we in die laatste fase iets enthousiast op het middenveld naar voren liepen. Hè? Want er kwamen enorme ruimtes voor beide partijen. Ja, dan zie je dat we hem echt op karakter binnenslepen. En ja, goed, wij zaten net op de bank. Hij zal toch niet vallen. En, ja, goed, heel eerlijk, hè? Je zit eigenlijk op de derde van hun te wachten. Ja, natuurlijk. Daar hebben ze ook de mogelijkheden voor gehad. Hè? Wij hebben natuurlijk de tweede helft ook niet heel veel gecreëerd. Hè? Onze kansen zaten echt aan het begin van de wedstrijd. En dan zie je ook dat een Aldogan, die was geweldig in die fase. Alleen die heeft natuurlijk ook een liesblessure. En dat zag je steeds minder worden. Maar ja, toch laat je hem staan, omdat dit wel een jongen is, die kan met één actie toch nog op karakter een wedstrijd beslissen. Maar je zag bij ons dat er heel veel doorheen zaten. Alleen je houdt zelf ook al rekening met een verlenging. Ja, je hebt zelf gezien wat we op de bank hadden. Dat waren allemaal aanvallers. Dus ja, je laat ook zoveel mogelijk spelers staan waarvan je denkt dat ze de wedstrijd uit kunnen spelen. Maar goed, buiten deze pot nog, als je het hele seizoen kijkt, is het natuurlijk bizar wat we met dit groepje hebben gepresteerd. Ja, dan hoef je eerst alleen maar de trots op alles en iedereen binnen de vereniging. Want dit is wel echt een topprestatie. Gefeliciteerd. Dankjewel.